Vind ik wel leuk zo allemaal met een beetje met elkaar, hè? Doen we die daaronder nog. Gewoon lekker daarbij. Oh, een ongeluk hierop gedrukt. Soms wordt het zelf verkleedbaar, hè? De post vliegt je om de oren. Er ook voor kunnen kiezen natuurlijk om nog wat groen bij de post te doen, maar omdat die bomen al best aanwezig zijn, zit er wel genoeg groen in. Maar voel je vrij om te doen hoe jij het wilt doen. Mist hier nog wel iets van de tekst of zo? Misschien is dat wel gewoon voldoende. Maar ik moet even proesten. Sorry. Nou, zo vind ik het leuk. Niet te veel, maar gewoon net even iets. Kijk, dat proesten, dat hielp. Ik ga hem nu niet dichtklappen. Dan ben ik bang dat de boompjes verspringen. En nu hebben we natuurlijk nog leuke steentjes. Eens even kijken. Er horen natuurlijk ook bruine steentjes bij. Voor de eerste optie ga. Ik heb even mijn mesje. Dan heb je een hele leuke buitenkant en een hele leuke binnenkant zometeen, want we zijn nog niet klaar. We gaan ook gewoon door met de buitenkant. Oh. Er zit een plaklaagje nog van. Even kijken of ik hem nog kan redden. Net alsof het een diamond painting steentje is. Zo. En ja hoor, hij is gered. Nou, zullen we ook maar gelijk eventjes met de moes gaan werken? Dan ga ik dus even zo meteen de machine, hoor mij nou, de heat tool aanzetten. Dus dat is even een geluidje. Dus kun je het beste eventjes op doorspoelen te drukken of je geluid wat zachter doen. Of misschien denk je nou, het valt wel mee hoe heftig het is. Dan moet je gewoon lekker blijven luisteren. We gaan het er eerst eventjes opdoen. Ik doe het gewoon met zo'n spateltje die erbij zit van Card Deco. Royaal op de kerstboom. Ik vind het gewoon heel erg leuk. En ik hou hier wel van. Een beetje kliederen. En ik weet niet hoe lang het meegaat. Het is een nieuw product. Dus ja, dat moeten we eventjes achterkomen. Maar als je het sowieso... Ja, ik ga ervan uit dat het wel lang houdbaar is. Maar
Als je het voor dit jaar voor de kerstkaarten gebruikt, nou, kun je volgend jaar weer iets anders doen, hè? Maar ik denk wel dat het langer houdbaar is. Ik ga ervan uit dat het langer is dan een jaar. Maar dat staat ook nergens, dus ja, je weet het niet. En dan is het ook natuurlijk leuk om te zeggen, die brievenbus krijgt ook sneeuw. Nou, dit is zonder sneeuw. Dit is met sneeuw. Ik vind met sneeuw helemaal geweldig. Maar als jij zegt, nou meid, dat is helemaal niks voor mij. Niet doen, hè? Lekker je eigen ding doen. Het is voor mij echt even een finishing touch. Zo. Nou, dan zet ik nu even de heat tool aan. Misschien wil je hem even zachter zetten of even doorskippen. Maar kijk vooral naar wat de magie doet. Ik ben hier natuurlijk nog wel wat vergeten, hè? Maar dat kunnen we straks nog wat doen. Gelijk eventjes het huisje doen. Het geeft de kaart echt even net even een finishing touch. Natuurlijk de kerstman ook een beetje hebben. Anders is het wel een beetje uit balans. Links, rechts, links, rechts. En dan kerstman niks doen. Dat kan natuurlijk ook weer niet.
Dit is natuurlijk al een hele gave kaart. Maar alleen zo is het natuurlijk niet mooi. Ik kan hem niet helemaal dicht doen. Hij is ook heel vol, maar ik ben bang dat die boompjes dan verplaatsen. Nou, dat valt mee. Dus zo kun je hem dicht doen. Past hij gewoon in brievenbus. Maar we gaan de voorkant nog even een beetje oppimpen. Ik beloof het, daar zijn we zo klaar mee. Ik heb alles al uitgestand. We moeten alleen even samen een stukje knippen, want dat wou ik even laten zien hoe ik dat gedaan had. Ik heb die mal met die huisjes. En die wil ik dan zo meteen zo met dit vlak hebben. Dus wat doen we? We draaien hem om. En schuiven hem eroverheen. Dan leggen we die hoek in die hoek neer. En dan tekenen we dit helemaal over. Dat heb ik al even gedaan. Dat kunnen jullie denk ik niet zien. Dat gaan we even samen knippen. Van de gigantische herrie van mijn heatool naar de stilte van mijn geknip. Ik denk dat ik deze video in twee opsplits. Dat jij er nu aan het kijken bent, dat je dat al weet. Maar misschien gooi ik hem ook wel gewoon in één geheel erop. Even afhankelijk van hoe lang dat duurt met uploaden. Als ik dan slim ben, dan doe ik het op mijn man's computer en dan gaat het een stuk sneller. Hebben we dus een hele leuke voorkant die hartstikke leuk past. Dus die gaan we even opplakken. Ik denk dat het prettiger is als ik gewoon op deze lichte achtergrond alles hou. Maar met die heatool moet ik wel eventjes de snijmat. Want dan kan deze plakplastic mat ding niet over. Ik denk dat het makkelijkst is om hem zo plat te leggen. Want je wil natuurlijk die hoekjes bovenin ook een beetje goed hebben, maar ook de huisjes. Dus alles een beetje met elkaar. Een beetje. Kijk, zo. Is nog steeds oké. Okay. Alles is hier oké. Okay. Hier kun je dus wat opschrijven, hè? Of hier. Ik vind dit zelf al echt heel erg leuk. En dan heb ik uit een stukje rest, strookje, heb ik eigenlijk deze stand uitgestand. Het grote kon die niet. Maar dan wil ik dus eigenlijk nog een beetje zo een randje. Dat ik hem hier opstempelen. Dus dat gaan we eerst even doen. Daar is mijn blokje. Weer met de pale brown. Pale bruin. Inkten. Dan ga ik die een beetje recht in het midden, een beetje links en rechts en onder evenveel ruimte over is. En dan gaan we die mooi hard stempelen. Ik kan beter gebruik maken van mijn stempelhulp, want nu ga ik iets gevaarlijks doen. Ik
ik hoop dat jullie het nog kunnen zien. Maar ik moet hem echt even een keertje dubbelstempelen. Ik hoop dat het goed gaat. We gaan er gewoon vanuit dat het goed gaat. Nou kijk, helemaal geen stempelhulp nodig. Maar in dit geval had ik het wel liever gedaan met stempelhulp. Maar ja. En dan heb ik die rand. En die ga ik dan natuurlijk niet meer door de stansmachine halen. Maar die wil ik eigenlijk wel eventjes een beetje aftekenen. En een beetje uitknippen. Een soort van. Ik denk dat ik daar zelf een soort randje op bedenk. Zie je? Gewoon een beetje. Ja, het lijkt er totaal niet op. Zo. Je moet wat, hè? Nou, dan lijkt het net alsof het echt was. Even zo. Het wordt een lekker boekwerkje. Deze heb ik uitgestanst. Ook weer een leuk boek. Die hoort ook weer bij de boekdij. Want als je dan de voorkant van de kaart hebt, dan zie je echt dat je een verhaal binnenstapt, zeg maar. Dat leek me nou zo leuk. Dus als je hem dan zo meteen open doet, dan is dat best wel een leuk verhaaltje. En op zich is dit zo ook al een mooie kaart, hè? Dus met deze mallen kun je echt heel snel een leuke kaart maken. Dan ben ik vergeten deze te distressen. Op zich is het karton, het papier wel al aardig bewerkt. Had ik niks gezegd, had je niks geweten. We gaan natuurlijk op de voorkant ook nog even een stukje moest neerzetten. Mijn man heeft volgende week al vakantie. De laatste week op het werk, die is dan het zwaarste. Leuk hier die sleutel doen we dan. We gaan niet op vakantie. We gaan wel lekker op pad. Dierentuintje meepakken of zo. Leuk. Zin in. Zullen we hem daar doen? We gaan hem daar doen. Zo. En dan gaan we natuurlijk nog een steentje doen. Misschien een dagje naar Julianentoren. Lijkt me ook wel heel erg leuk voor Tjerk. En ja, gewoon lekker dierentuinen, denk ik. Echt een pretpark dat hij daar nog iets te jong is. Hij is nog niet 2. Dat hij daar echt ietsjes ouder voor had moeten zijn. Ik weet het niet. En dan wil ik natuurlijk nog een beetje rikspanningmoes gebruiken. Dus als jullie het niet heel erg vinden, ga ik nog even een keertje klidderen. En dat ga ik dit keer lekker zo langs de rand doen. En ook een beetje op de huisjes.
Maar zo stil dat ik nu ben, zo luid ben ik straks. Zie dat? Hier begin ik best wel voorzichtig en hier ga ik heel veel doen. Ik weet niet waardoor dat komt. Ik ga ze nu even weer laten expanden. Dus even je geluid weer uit of even weer verder draaien. Ik ga hem nu aanzetten. Hij komt ook in beeld. En zodra hij uit beeld is, gaat hij ook weer uit. Zo dus. Nou, hij is af hoor. Ik durf hem nu denk ik wel dicht te vouwen. Hij is ontzettend dik geworden. Het geeft wel echt zo van, er zit hier een verhaal achter. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dit is dus de voorkant geworden. Met het leuke helm wat een beetje los zit. Dan hebben we hier de linkerkant, een stukje boek, boompjes, envelop, brievenbussen en hier de kerstboom. Nou, dan laten we de achterkant gewoon voor wat die is. Dus zijn we morgen nog bezig? Nee hoor, maar ik ben gewoon heel blij met hoe die geworden is. Hij is helemaal hoe ik hem in mijn hoofd ook had. Echt een boek. En die vertelt nu wat. De kerstboom die de briefjes ophaalt en cadeautjes brengt. Zoiets dacht ik maar, hè? Nou, hartstikke bedankt weer voor het kijken. En ik hoop dat je het een leuke video vond. Misschien heb je de inspiratie uitgedaan. En laat het me dan vooral ook weten. Dat vind ik heel erg leuk. Abonneren, liken, subscriben. Doe lekker je ding. Ik wil je weer hartstikke bedanken. En wie weet tot de volgende keer. Groetjes! Doei doei!